En dan, we hebben weer iets ontdekt. En daarom is het hoog tijd voor... Ja, de Avondshow onderzoeksredactie. Bij mij aangeschoven is Avondshow-redacteur Tex de Wit. Tex, welkom. Ja, dankjewel. Ja, applausje. Jij hebt onderzoek gedaan en jij kwam met een heftige conclusie. Namelijk, het gaat helemaal mis met onze rechtsstaat, met onze democratie. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Het gaat echt helemaal mis. En dat heeft bizar genoeg allemaal te maken met één man. Dit is hem. Wim Voermans, die ken je misschien wel. Ja, die ken ik. Dat is een hoogleraar staatsrecht, toch? In Leiden. Ja, klopt. Ja. Wat is er dan met hem? Nou, hij komt wel eens op tv. Ik ga erover praten met Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Leiden. Welkom, fijn dat u er bent. Ja, fijn dat u er bent. En dat lijkt ook fijn natuurlijk, want Wim Voermans is een aardige man. Goeie boskrullen. Ja. Maar hij is ook de grootste grondwetkenner van ons land. Ja. Dus ja, als er iets niet deugt aan onze rechtsstaat, who you gonna call? Wim Voermans. Precies. Ja. Ja. Uit Leiden. Uit Leiden, ja. Ja. Okay. Nou, het probleem met Wim Voermans is, hij komt alleen op televisie als het misgaat met de democratie. Dus Wim Voermans op tv is slecht nieuws. Zoals hier over de formatie. Ja, dat is heel uitzonderlijk. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Er wordt al bijna 6 maanden niet over, echt over de inhoud gepraat, maar over de poppetjes. Dat lijkt echt iets stuk. Zie je? Slecht nieuws. Dat lijkt echt iets stuk. En ja? Hier? Ja. Het kabinet heeft geprobeerd om die informatievoorzieningsregels eenzijdig wat te beperken. En dat is tegen grondwettelijk. Zo. Ja, 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 tegen grondwettelijk. Dat is het allerergste wat een hoogleraar staatsrecht kan zeggen. Het T-woord. Oké, dus jij hebt ontdekt, Wim Voermans op tv is foute boel. En wat ben je toen gaan doen? Nou, wat ik ben gaan doen, ik heb alle televisieoptredens van Wim Voermans ooit in kaart gebracht. Wow, ja. Wat een werk, joh. Nou ja, valt wel mee, want er zijn heel duidelijke signalen dat Wim Voermans op tv gaat verschijnen. En dat zijn dit soort zinnetjes. En dan een onderwerp dat u misschien niet erg interesseert. En bam! Ja. Ja. Ah, ja, ja. Ja, je hoort dat en je weet, Wim Voermans die zit in de visagie. En ja hoor, 2 minuten later. Laat wel zien dat de democratie in Nederland op drift is. Voilà. Ja, zo hé. Oké, jij hebt dus alles zitten kijken. Ja. Wat kwam eruit? Nou, als je 30 jaar Wim Voermans kijkt, dan gaan er dingen opvallen. Ja. Loop even mee. Wat? Of blijf lekker zitten. Oh, kijk. Okay. Wim Voermans is in al die jaren bij de publieke omroep 109 keer op televisie geweest. Dus 109 keer. En dan kijken we eerst even naar de programmaverdeling. In welke programma's was Voermans te zien? Nou, we hebben een duidelijke koploper. 1Vandaag, daar zat hij 48 keer. Zo, die smullen wel van grondwetschendingen, denk ik dan. Ja, die lusten er wel pap van, inderdaad. Oh. Nou, op nummer 2, een Nieuwsuur ook vaak 27. En op 3, op 1 met 8. Hè? Op 3, op 1 met 8. Oh, zo, oké. Ja. Ja. Ja, en dan zien we hier de rest. Wat hebben we nog? Journaal, Buitenhof, DWDD een keertje. Ik zie maar 3 keer Goedemorgen Nederland. Ja. Het is geen ochtendmens dan, die Voermans. Nee. Helemaal als hij de avond ervoor nog bij opeens zat. Want dat is laat, hoor, tegenwoordig. Ja, ja. Daar blijf je niet voor op, inderdaad. Nee, dan lig je lekker in je mandje. Nou, ik wel, ja. En waar hij zit is natuurlijk interessant. Maar het belangrijkste is natuurlijk hoe vaak hij op televisie is. Want dan weet je hoe het gaat met de democratie. En die data heb ik ook in een grafiek gezet. En dan wordt het schokkend. Kijk, dit is de Voermans-index. He? We hebben al vastgesteld, hoe minder Voermans op tv, hoe beter. Mm-hmm, ja. Nou, beginnen we in midden jaren 90. Kijk, alles chill, geen Voermans te bekennen. Iedereen lekker TMF kijken. Rechtsstaat, helemaal oké, prima. Maar in 2002 wordt hij hoogleraar staatsrecht. Ja, in Leiden. Ja. In Leiden, ja, zeker. Ja. En dat is maar net op tijd, want in 2003 hebben we al nodig... een akkefietje rond het Koningshuis, de zaak De Roy van Zuiderwijn. Wim komt voor het eerst op tv bij Paul Witteman. U bent hoogleraar staatsrecht in Leiden, meneer Voermans. In Leiden? Zeker, in Leiden. Ja. Nou, hij is meteen ontzettend bezorgd. Inderdaad. Ik denk dat er hier twee toch wel grote vragen zijn gerezen... die ook constitutioneel rechtelijk lastig liggen. Hè, op het gebied van het staatsrecht en het systeem dat we hebben. Oeh, hij maakt zich echt al grote zorgen. Ja, dat zat er al meteen goed in. Moeilijke woorden, dit, dat. Nou, Wim's volgende tv-optreden is pas weer in 2009 in het programma Netwerk. En een jaar later krijgt hij, en dat is toch wel bijzonder, zijn eerste actieshots. Wat is er toch aan de hand? Wim Voermans is hoogleraar staatsrecht in Leiden.
Moet je als hoogleraar staatsrecht uit een Beatrix-mok drinken? Is dat... Nou ja, hij zal dat wel weten, Arjen, ja. denk ik dan. Maar goed, het kabbelt nog even door. 2011 één keer, 2012 één keer, maar dan drie keer, vijf keer en zes keer. En dan is het hek van de Wim, dan is hij niet meer te houden hier. 13 keer, 12 keer, 12, 18 keer en 2021 30 keer. Wow. Wat een rampjaar, joh. Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Het is nu continu dit. Hoogleraar Voerman ziet ook dat het achterhouden van feiten wel heel vaak gebeurt. Kan dat zomaar, vraagt Wim Voermans zich af. Wim Voermans die vindt het onjuist. Ja, bij mij is nu Wim Voermans. Hoogleraar Wim Voermans. Staatsrechtgeleerde Wim Voermans. Wim Voermans. Wim Voermans. Goedemorgen, meneer Voermans. En hier aan tafel. Hartelijk welkom, Wim Voermans. Tex, ik schrik hiervan. Ja, ik denk iedereen, Arjen. Kijk, hier zie je de Voermans-index in zijn volle glorie. En die gaat gewoon door het plafond. Jezus. Oké, dus de conclusie is dat de rechtsstaat gewoon helemaal naar de knoppen gaat. Inderdaad, ja. Wauw. Heb ik ook nog even gekeken naar zijn jasjes. Jasjes? Ja, nou inderdaad, want na 109 interviews met Wim Voermans durf ik wel te concluderen, Wim is een jasjesman. Oké. Kijk, hier had 37 keer had hij zijn zwarte jasje aan. Kleed natuurlijk ook lekker af. 8 keer donkerblauw, 13 keer koos hij voor beige, 11 keer lichtblauw en verder lichtgrijs en gewoon grijs. En opvallend is dat lichtblauwe jasje, want dat jasje interfereert, zie je? Je ziet van die streepjes. Oh, ja. En hij kiest dat jasje dus 11 keer. Dat had even iemand tegen hem moeten zeggen, Tex. Ja, maar ik ga het niet doen. Nee. Nou, nog één opmerkelijk feit over zijn kleding. En dit valt eigenlijk buiten mijn onderzoek. Maar vorige maand was hij bij Radio 1. En toen droeg hij een heel leuk geel giletje wat ik niet eerder had gezien. Ja. Oh, leuk. Tex, is het eigenlijk niet gek dat hij zijn kleurrijkste outfit dan voor de radio bewaart? Ja, ja, op tv speelt hij denk ik heel erg op safe. Ja, maar... want daar kan het wel hebben, hè? Ja. Beetje meer dandy is het of zo. Ja. Misschien nog een leuk sjaaltje of zo erbij. Dat... Ja, of een leuke broche hier. Ja, ja, ja. Ja. Heb ik ook nog even gekeken op welke plek de interviews plaatsvonden. Nou, de meeste interviews waren in een tv-studio, 38 keer. 36 keer kwam de televisie naar de woning van Wim. 17 keer Binnenhof en 15 keer op de universiteit. Van Leiden, toch? Ja, ja, Leiden, ja. Inderdaad. En dan heb ik de categorie thuis nog verder uitgesplitst. 17 interviews vonden plaats in zijn werkkamer, 12 in de woonkamer en 7 in de tuin van Wim. Tex, is dat niet heftig, joh, een cameraploeg in je huis toelaten? Nou, hij heeft het ook lang afgehouden, tot 2017. Want dan komt het NOS-journaal voor het eerst bij hem thuis. Haast klus, denk ik, want niet alles hangt helemaal recht. Zoals je ziet. Maar het beviel hem wel, want een paar maanden later mag één vandaag hem filmen in zijn woonkamer. En in oktober zegt Wim Voermans, willen jullie anders de tuin even zien? Oh. Hij woont aan het water, zie ik. Ja, nee, hij zit daar wel goed, hoor. Die gaat hier nooit meer weg, nee. Volgens mij. Prima huis. In 2018 komt Nieuwsuur voor het eerst bij hem thuis. En die hebben meteen een scoop. Kijk of jij het ziet. Hij heeft een bank. Ja. Een heerlijke tweezitter, inderdaad. Nooit eerder gefilmd. Nee. Sowieso vind ik het een heel mooie, ruime, lichte woning. Ja, maar het zijn ook die grote ramen. En moet je ook kijken, die eethoek, hoe lekker je daar kunt dineren. Hè? Ja, dus dan heb je eigenlijk in je eigen huis altijd een tafeltje aan het raam. Ja, Wim Voermans, 4 keer. Ja, ja. 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 Nou, en precies een jaar geleden zien we opnieuw een actieshot. Hij leest in de tuin het boek Het Verhaal van de Grondwet. Oh, oké. Okay. En wie heeft dat geschreven? Wim Voermans. Oké, okay, natuurlijk. Nou, conclusie, Tex? Conclusie, leuke man, mooie jasjes, uitkijken met lichtblauw. Prettige woning, maar in het belang van de rechtsstaat hoop ik dat we Wim Voermans komend jaar minder op televisie gaan zien. Oké, okay, dankjewel, Tex. En tot zover. Zo, dit was nog maar een deel van de uitzending. Als je de hele uitzending wil zien, maar je kan niet tijdreizen, ga dan nu naar NPO Start voor de hele uitzending. Of als je wel kan tijdreizen, ga dan naar NPO Start van over 10 jaar. Die site die wordt alleen maar beter.